Nou, wij willen graag dat mensen meer gebruik maken van de minimaregelingen die de gemeente over Betuwe heeft. Als je alleen moet rondkomen van een bijstandsuitkering of van een AOW-uitkering, is het niet zo makkelijk. Zeker niet gezien de inflatie nu en de oplopende kosten. En die minimaregelingen die kunnen daar net een steentje aan bijdragen om wat meer lucht te hebben. Financiële hulp en ondersteuning is er dan wel, maar wordt niet genoeg benut door de mensen die het nodig hebben. En dat moet anders, vinden Bas en Amber. De gemeente kan dan voorzien in hulp. En met dit onderzoek willen we eigenlijk ervoor zorgen dat meer mensen ook gebruik maken van de hulp die de gemeente biedt. Als we inzicht hebben in waarom die regelingen niet gebruikt worden, dan kan de gemeente daar misschien iets aan doen, zodat ze wel gebruikt gaan worden in de toekomst. Dit onderzoek kan dus zorgen voor verandering. Die leidt naar verbetering en vooruitgang. Eens bekend wat de oorzaken zijn, kan er wat aan gedaan worden. Toch zitten er wel enige vereisten aan potentiële deelnemers. Je moet inderdaad onder een bepaald inkomen zitten. Dus 1985 euro voor een gezin. En als je alleenstaand bent, gaat het om een bedrag van even spieken 1390 euro. Dus als je inkomen daarop of daaronder zit, en dat kan dus in de vorm van een uitkering zijn, of gewoon inkomen dat je krijgt omdat je werkt, dan kun je meedoen met het onderzoek. Maar nog heel belangrijk daarbij is om te vermelden dat het ook gaat om mensen die dus nog geen gebruik maken van die regelingen. Dus we komen heel graag in contact met mensen die nog geen gebruik maken van die regelingen, zodat we erachter kunnen komen, nou waarom niet? Wat zit daar nou achter? En hoe zou het nou beter kunnen? Aanmelden kan door Amber of Bas te bellen of te appen via het onderstaand nummer. Deelname aan het onderzoek kan ook anoniem plaatsvinden. Nou, we stellen ze natuurlijk eerst op hun gemak. Eerst heb je contact via de telefoon of de app. Bellen we een keer, dat we elkaar een beetje leren kennen. En dan maken we een afspraak voor een interview, waarbij we ook elkaar eerst wat leren kennen, wat vragen stellen, zorgen dat iemand zich op zijn gemak voelt. Het is ook zo dat je tijdens het interview altijd mag stoppen. Dus als je toch denkt van nee, toch niet, op elk moment tijdens het interview mag je zeggen, nu niet meer, stellen wij geen vragen, stoppen we gewoon en is het ook prima.